De voor vandaag aangekondigde actie van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, is voorlopig opgeschort. Tijdens een algemene ledenvergadering gisteravond is het besloten het staatsziekenfonds de ruimte te bieden orde op zaken te stellen. Pieter Voogd, voorzitter van de VMS, zegt dat de medische specialisten 4 dagen diepgaand met het SZF hebben gesproken over brandende onderwerpen. Met name over de late en incomplete betalingen van het fonds is er betere overeenstemming bereikt. De voorzitter legt uit dat het staatsziekenfonds ruimte heeft gevraagd omdat het de betalingen in termijnen wil doen. Voogd zegt verder dat er betere afspraken zijn gemaakt over administratieve zaken die de afgelopen periode voor veel oponthoud hebben gezorgd. Kijk, het staatsziekenfonds heeft nu 340.000 verzekerden. Het is een enorme hoeveelheid om administratief te kunnen verwerken. Wat het allemaal nog ingewikkelder maakt is al de verschillende tarieven die er ook zijn en in het verleden zijn afgesproken. Hè, het SZF regulier, de BASO, de BZV, et cetera, wat het allemaal heel erg complex maakt. Of laten we zeggen, nog complexer maakt. We hebben met het SZF gesproken, hè, dat we daarnaar willen gaan streven met z'n tweeën, gezamenlijk te gaan komen tot 1 SZF-tarief. Wat dat zal ertoe leiden dat de administratie makkelijker en sneller verwerkt zou kunnen worden. Het zal transparanter worden en het zal efficiënter worden. De VMS-voorzitter zegt verder dat het staatsziekenfonds vanaf eind februari gespecificeerd en op een transparantere manier de uitbetaling zal doen. Voogd benadrukt dat de VMS de vinger op de pols blijft houden. Zaken afgesproken in het overleg. Voor sommige dingen die moeten we meteen kunnen zien. Hè. Bijvoorbeeld dat er op tijd betaald wordt. En er is gisteren en eergisteren zijn in elk geval het restantegoed van, ik meen december, en het eerste trantje van januari betaald. Dus wat dat betreft denk ik is het SZF zijn eerste belofte redelijk op tijd nagekomen. En zo zijn er in onze afspraken zijn er meerdere dingen besproken. Sommige dingen, daar hebben we 6 maanden de tijd voor genomen om dat uit te werken. Sommige dingen hebben ook gewoon tijd nodig om uitgezocht te worden. He, dus er zijn verschillende termijnen genoemd voor verschillende zaken. VMS-voorzitter Pieter Voogd over de nieuwe afspraken met het staatsziekenfonds. De medische specialisten hebben de actie die vandaag zou ingaan voorlopig opgeschort.